casa dietro. Vador Cadet Taylor. Numéro 249, de Fabrice de Carol de Vigny en de Cap. Zijn drietallen merries zullen gehouden worden. De Charlotte van Troutaert van de familie Fierens, 166. De l'écurie de Greve de Leuwet a obtenu le championnat des juments de 2005. 2000 voor het jaar van Stefan de Merries met Rani de Leuwet. Geeft ons vader en Nico een rustig. Appartenant à monsieur Van Couterto. Ik wil vooraf toch eens meedelen dat zij die. Dus nu is het in volle spanning. Ik ben van harte proficiat. Pierre Houtman, diep naar de meester met het kampioenschap van de Leijs. En uiteraard een persoonlijke proficiat. En dan ben ik op nummer 322. Sophie van de Beek van Nico en Max Meers uit Sint-Truiden. Hier zijn ze dan. Vooral de kandidaat voor de championnat de Giron. Appartient à la combinatie Leo van Olden, Wilde Ravens. Leo van Olden is de propriétaire. Chantal van de Zijdijk. De onder 89, Sam Kappervender, Juman de Sittam. Daar is het. Dina van Kerkenhof. Jumant de 6. Dina van Kerkenhof. Rechts en links naar het kampioenschap komen. We kijken naar de nummer 2 van. De zijkant binnen en tenslotte de.
Au milieu, il y a un champion, il y a un champion. Donc c'est le troisième. De saut très gauche, c'est le numéro 236. Oh, sorry. Oh, excusez. Oh, le champion, c'est le numéro 189. Medisch van de kamp voor het kampioenschap onder 89 Chantal van de Zaaidijk. Reservekampioenen 236 Evita van de Kapellenburg. En daarmee eindigt het kampioenschap. En mogen we ook vragen dat met begeleiding. Strekpaard 2007 gaan aanvatten en de eerste merrie die gepresenteerd is dat ze championnat de jument 2007 nummer 88 Victoria van Klang Angry Anna van Luchteren van Luchteren en la vie de Lars van de Spies en Agrilijn van de Ierhoeven Bastien van de Beet de over Voorde. Marina van Keergoven met 133. Ambis nummer 130. Dus voor het kampioenschap de mens vanaf 4 jaar in het deel, zoals u weet. Nummer 92, Mieke van het Hof.
133, Greta van het Bos. Eigenaar Philip Joos van de Lievelo. Greta is de dochter van Jim van het Bos. U ziet dames en heren het nummer 150, Agri Lauwe van Luchteren, eveneens van de stal van Doorselaren in Drongen. Dochter van Lars van de Smitsen en Agrelene van de Heidhoeve. Wel, deze Victoria is een dochter van. We zien hier in het midden van de ring drie merks. De nummers 133, 150 en het nummer 188. Die drie merks werden weerhouden door de jury. Proficiat. Proficiat voor de stal. Proficiat ook voor de zender van Müller, Victoria van Kappel. Mooie resultaten. Tegen monsieur van Dorselaren de ronde. Thank you.
Thank you.
le numéro 160, Kelly van Luchten, de l'écurie van Doelslaar. Champion 2011 du cheval de Trebenje.